wethouder van cultuur en financiën. Marieke Bolle. Ik vind het leuk om hier vandaag te mogen openen. Waarom? Omdat 2009 wat mij betreft in dat strakke programma van een jaar staat in het teken van de voorbereidingen van onze mooie stad Den Haag om de race te winnen en Europese culturele hoofdstad te worden in 2018. En ik vind eigenlijk dat het steeds beter gaat met Den Haag als het gaat om het culturele klimaat. Dat is dus niet mijn verdienste tot op heden. Maar ik zou daar nog wel een extra swing aan willen geven in 2009. En dat betekent dus atelierruimte, podia, waar je als jong, nieuw kunstenaar ook aan de bak kunt en kunt laten zien wat je kan. Nou, de DCR, Zeebelt, Loos, dat zijn natuurlijk plekken die typisch de ruimte bieden aan mensen die in 2018 straks het moeten maken en ervoor moeten zorgen dat wij een prachtige, levendige, spannende, culturele Europese hoofdstad zijn. Ik ben dus ook heel benieuwd en ik hoop ook in het komend jaar heel veel van jullie regelmatig te treffen. Heel benieuwd naar wat voor ideeën daarvoor allemaal leven. Misschien hebben jullie wel ideeën. Ik liep vanochtend hard over het strand en zag al die bunkers. En ik dacht nog, zou dat nou niet een... Ik weet niet of ik het hardop mag zeggen, want het zal wel weer niet mogen. Maar zou dat nou niet een mooie plek zijn, een ontzettend leuke... popconcerten en dansconcerten te organiseren in de zomer en in het voorjaar. Nou, dat soort dingen. Hè, als jullie dat soort ideeën... Ik heb geen potten met geld hoor, zoals ook weer niet. Dus het is niet zo van, roep eens iets en ik betaal het wel. Dat is een beetje een misverstand. Maar goede ideeën, daar vind je wel heel vaak het geld bij. Dus het moet wel kunnen. Nou, deze heer, dames en heren, timmert heel goed aan de weg. En eigenlijk is dat ook wel een felicitatie waard. Mondriaan Stichting heeft meebetaald aan Nest. En die legt al het lat hoog, dus gefeliciteerd daarmee. Ik vind het dus ook heel leuk dat ik deze tentoonstelling mag openen. Allemaal verschillende kunstenaars, uitvoerend kunstenaars, beeldend kunstenaars, die allemaal met elkaar het winternest maken op allerlei verschillende plekken. We gaan straks een tocht maken, heb ik begrepen, door het hele gebouw. En ik verklaar daarbij Winternest voor geopend. Thank you.
work back to the movie.